Ja, het is weer in volle glorie te zien. Het was helemaal verzwart en vervuild. En een jaar of 10 geleden is er een grote schoonmaakbeurt geweest en hebben ze het helemaal opgeknapt. Toen kwamen ook alle details in de gevel weer tevoorschijn. En dan blijkt dat er boven elk raam een kopje zit. En dat al die kopjes verschillend zijn. En die verbeelden het leven in Rotterdam. Dus dat zijn allemaal verschillende beroepen en verschillende type mensen die toen in de 20e jaren in Rotterdam rondliepen. Die kun je daar weer terugvinden en herkennen. Het is heel erg de moeite waard om even eromheen te lopen en die gevel op die manier eens te bekijken. De oude raadspensionaris van Rotterdam, die wordt daar geëerd met een standbeeld. Daarboven zit de burgemeester en die uitbouw is de burgemeesterskamer. De gemeenteraad die vergadert op de binnenplaats, die kan je niet goed zien. En boven de ingangsbogen, boven de trap, daar is een groot balkon en daar grenst de burgerzaal aan. En als er echt iets bijzonders in Rotterdam te vieren is, dan wordt dat daar in de burgerzaal gedaan. En mensen die gehuldigd worden, die kunnen dan op het bordes plaatsnemen. En de bevolking staat dan op het Koolsingel ervoor. Die wordt dan eventjes wordt het verkeer stilgelegd. En bijvoorbeeld het elftal van Feyenoord toen nog eens een keer won, lang geleden, werd daar enorm feest gevierd en hebben ze de huldigingen op het bordes in ontvangst kunnen nemen. Ja, nou ja, met Koninginnedag wordt het bordes ook gebruikt. Daarvoor zitten de bordessen aan het stadhuizen. Dat is een bouwvoorschrift, omdat daar de obades op Koninginnedag door de burgemeester in ontvangst genomen moeten worden.